Hoi hoi, welkom bij knottenwol.nl. We zijn bezig met de stekensjaal, de Tunische stekensjaal. Zomaar even een call die we leuk vonden. En we gaan jullie eerst deel 1 laten zien van deze sjaal die we gaan haken. We gaan hierbij een gebreide steek haken die we afwisselen met een gedraaide steek. En de gebreide steek wordt ook rechte steek genoemd. Je hebt de Tunische steken op je naald genomen en dan zie je dat er van die lusjes ontstaan. Hè, zo'n veetje eromheen. Bij de gebreide steek steek je midden in het veetje in. Dus je hebt het veetje en je steekt middenin, van voor naar achter, neemt de lus op en haalt hem door. Deze wissel je af met de gedraaide gebreide steek. Daarom steken we dus de verkeerde kant in het lusje in. Nog een keer. Dus we hebben gewoon in het lusje van voor naar achter. En bij de gedraaide wil je van links naar rechts dus. Hè, dan, normaal doe je het zo, maar nu willen we de andere kant. Daarvoor gebruiken we het haakje om het lusje opzij te trekken. En dan ga je ook door naar achteren. Dus de gebreide en de gedraaide. Van en de kantsteek zorg ik altijd dat je zo twee lussen aan de zijkant hebt. We wisselen in deze steeksjaal twee materialen af. Dus we hechten dan teruggaand de shiny aan. Ik leg hem letterlijk gewoon om mijn naald. Ik laat wel een stukje hangen om later af te werken, hè, om hem weg te. En dan doen we de teruggaande naald met de shiny. Nou, de teruggaande naald kennen jullie inmiddels allemaal. Je slaat om en je haalt door twee lussen heen. En dan tot je nog maar één lus op je naald hebt staan. En dan gaan we daarna weer hetzelfde doen om dit effect te krijgen. Dus we de gebreide steek, dus in het lusje, midden in het lusje van voor naar achter. En de gedraaide, dan pakken we dat eerste lusje zo op en steken hem naar achteren. Nog een keer, de gebreide van voor naar achter en bij die gedraaide gebruik je je haakje om deze opzij te trekken en dan naar achter te steken. Dus je steekt wel door dat lusje heen, gedraaid van voor naar achter. Kijk, dat is echt een grappig effect. Ik ben echt letterlijk dingen gaan proberen en ik dacht van, hé, dit is wel leuk. Dus zo haak je de rij uit en dan de kantsteek. En dan hebben we een rij met de shiny gedaan. En dan pak je dus weer de bingo gewoon op. Ik trek dan die laatste steek een beetje aan van de vorige. En dan ga je weer de teruggaande rij haken. Nou, en zo ga je verder. En dan krijgen we uiteindelijk dit effect. Dus, dit is deel 1 van de Tunische stekenkal. Ik wens je veel plezier. Of tenminste, dit is deel 1 van deel 1 van het patroon van deel 1. Dankjewel.
Kijk verder op www.knottenwol.nl.